kermis is rijk aan traditie. En een hele mooie traditie is op zondagmorgen de mis. De mis steeds op een andere plek op de kermis. En nu is een hele mooie plek uitgekozen op het NS-plein bij Den Hoogatie. Dat is voor de hoeveelste keer alweer deze organisatie? Van mij is het voor de derde keer. We hebben twee keren een koor gehad, een kinderkoor erbij, et cetera. Maar nu hebben we dus een combinatie van diverse koren. Maar dit is maar in de derde keer. Diverse koren, we moeten ze even noemen. Popcore Dan akkoord. Praat ik over Popcore Akkoord, ik praat over Booms, ik praat over de Kiko, On Stage, ja, studentenkoor. Ja. Dan hebben we er vier, hè? Ja, fantastisch. Ja. En allemaal onder leiding van Carla van der Waals? Allemaal onder leiding van Carla de Waal. Dus niet alleen het organiseren van een aantal koren bij elkaar, maar het is hier ook op de kermis de organisatie, vrouws. Ja. Daar hoort er eigenlijk allemaal een beetje bij. Je krijgt van Shirley krijg je de opdracht om een koor te vormen en dat hier neer te zetten. Nou goed, we kennen elkaar goed, dus we zetten dat hier neer en we gaan kijken wat het wordt. Heel veel succes ermee. Komt heel goed. Dankjewel. Nog 9 minuten en dan gaan we beginnen met de traditionele mis op de kermis in Tilburg. En die staat natuurlijk nou even in het teken van dit vliegtuigramp. U ziet dat ik daar de nationale vlag heb gehangen met een zwart strikje en een paarse doek. Ik zal dadelijk ook mijn stola doek eerst wit om en dan draai ik hem om een paars te laten zien. Dat mensen weten dat we met de mensen meeleven. En anderzijds dat we ook deze gelegenheid moeten gebruiken om van de kermis ook weer een plaats te maken van ontmoeting voor elkaar. Dat we hebben het leven, we kennen elkaar. We laten zoveel momenten laten we achterwege om hartelijk vriendschap uit te stralen. En dan ineens is er een verrek. Hé, er is meer tussen hemel en aarde. Ik wens u dan nog een hele mooie dienst toe. En fijn dat u... Viering. Viering geeft ruimte, een draad, vieren, lucht. En dienst altijd net of je een pakketje aanbiedt. Hè? Viering is lucht, ook voor u, ook voor jou, voor ons allemaal. Oké? Okay? Graag gedaan, hè? Oké, dankjewel. Zo een aantal samenraapsel van koren om daar toch een geheel van te maken. Nee, het was juist een hele leuke uitdaging, omdat je mensen zitten al vaak een tijd lang bij een vereniging. En het is dan heel leuk om ook andere mensen te ontmoeten die uit andere groepen komen. En dan heb je natuurlijk wel bepaalde stemsoorten, dat je denkt oké, dit is een echte sopraan of dit is een echte alt. Dus daar moet je even in zoeken om een mooie klank te vinden. Maar dat ging eigenlijk heel erg vanzelf en vooral heel gezellig gehad en leuk, lekker zingen. En, ja. Het is toch een leuke uitdaging om op de kermis een mis te komen zingen. Ja, dat vond ik ook. Ja. Ja, want ik werk normaal altijd bij musicalverenigingen, dus altijd musicalproducties, theatervoorstellingen maak ik. En dit is gewoon weer iets heel anders, dus ik sta altijd open voor uitdagingen, dus heel leuk.